Voorzitter, goed om te horen dat de ChristenUnie de heer Bruins enorm gaat inzetten en de vergroening toejuicht. Onze bijdrage van het Belastingplan 2018 heeft namelijk als thema klimaatverandering, vergroen het belastingstelsel en laat de vervuiler betalen. Tijdens de klimaattop in Bonn, COP23, is nog maar eens gebleken dat deze drie elementen nauw verweven zijn. Waarbij breed gedeeld werd dat de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is waarvoor we ons gesteld zien. Terwijl de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in 2016 tot recordhoogte is gestegen, zoals de VN rapporteert. Goed dus dat Nederland de ambitie in Bonn voor de reductie van CO2-uitstoot heeft naar boven heeft opgeschroefd naar 55% reductie. Nou zou dit kabinet niet zijn als er geen voorwaarde aan zou zitten, namelijk dat er een kopgroep moet zijn, maar het is in ieder geval een goed teken dat de ambitie is opgeschroefd. Het is natuurlijk wel alarmerend dat het Planbureau voor de Leefomgeving rapport na rapport moet uitbrengen dat er veel meer moet gebeuren. En afgelopen vrijdag bracht ze een uitgebreid rapport uit waarin het een analyse doet van de fiscale vergroeningsmogelijkheden. En daar wil ik ook met name mijn bijdrage op baseren. Het leidt ook direct tot de eerste vragen aan de staatssecretaris. Is hij het met de rest van de wereld eens dat de drieslag klimaatverandering, vergroening belastingstelsel en vervuiler betaald nauw verweven is? En dat vergroening van het belastingstelsel en vervuiler betaald substantieel kunnen bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen? Graag een reactie. Voorzitter. Ook dit kabinet laat weer een aantal kansen liggen. En dat wil zeggen, de verhoging van de belasting op storten en verbranden van afval is makkelijk en tegen beperkte kosten uitvoerbaar per 2018, zoals gebleken. Maar de keuze is gedaan om het uit te stellen tot 2019. Graag een reactie daarop. En de invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector, die pas per 2020 ingaat. En waarom zo laat? Het huidige kabinet is immers dan alweer bijna vertrokken. Wellicht kan de staatssecretaris de minister van Klimaat aansporen het wat eerder te doen. Graag een reactie. Dan de onverantwoorde subsidies en vrijstellingen aan de fossiele industrie die volledig in stand blijven, tot wel 14.000 euro per minuut. Kan de staatssecretaris daar een reactie op geven? Ik weet dat het niet zijn portefeuille is, maar wel de fiscaliteiten raken hem wel. En de vraag die wij graag aan hem zouden willen stellen is of het ermee eens is dat die fossiele subsidies niet bijdragen aan de reductie van CO2. En dan nog de heffing op de lawaaiige en vervuilende vliegtuigen, terwijl het alternatief, een vliegbelasting, per 2021 pas wordt ingevoerd, volgens het regeerakkoord. En dat is pas als de andere maatregelen gefaald hebben. De vraag is natuurlijk dan, ik kan de staatssecretaris aangeven, voor het laatste geval, welke maatregelen dan precies hebben moeten falen om de vliegbelasting in te voeren. En dat is kort voor het geplande vertrek van dit kabinet. Voorzitter, in het regeerakkoord is gesteld dat vervuilend bedrag wordt beprijsd. En dat zien we eigenlijk nauwelijks terug in het belastingplan. Grootverbruikers, die ook nog eens een keer de meeste CO2 uitstoten, krijgen door de tarifieringsstructuur energiebelastingvoordelen. En kijkend naar de eerste en de laatste schijf belastingtarieven, voor gas zit daar een factor 20 tussen. En voor elektriciteit zelfs een factor 191. En zou je de tarieven gelijk willen trekken en tegelijkertijd de belastingopbrengst neutraal willen houden voor elektriciteit? Dat zou betekenen dat de grootste gebruikers 100 keer meer energiebelasting per kilowattuur moeten betalen. Dat geeft dus aan hoe groot het verschil is tussen wat de kleinverbruikers betalen en hoe groot de voordelen zijn die de grootverbruikers hebben. Voorzitter, daarbij wordt het in het belastingplan in 2018 ook nog eens de vrijstelling voor de grootverbruikers in stand gehouden. Waarom is dat, voorzitter? Misschien een reflectie. En eigenlijk wordt het nog erger. Het wordt nog erger, want uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving 2016 blijkt bovendien dat huishoudens en kleine bedrijven in termen van energieverbruik meer dan 2 keer zoveel betalen voor aardgas en elektriciteit als hun veroorzaakte milieuschade. Terwijl de grootverbruikers tot wel 5 keer minder betalen dan hun veroorzaakte milieuschade is. Voorzitter, Tata Steel, Shell, DSM betalen relatief het minst en de lagere inkomens relatief het meest. Waarom zouden de gezinnen
de sponsor moeten zijn van het grootbedrijf, vraag ik de staatssecretaris. Graag een heldere reactie die mogelijk iets verder gaat dat dan het is een afgewogen pakket. Of zoals de heer Nijdam zegt, het is nou eenmaal een totaal pakket waar je niet aan kan rommelen omdat dan alles in elkaar stort. Deze staatssecretaris kan vast een beter antwoord daarop geven. Voorzitter, de huidige keuzes zijn in onze ogen dus niet uit te leggen. Het omgekeerde is wel steeds beter uit te leggen, namelijk hoe meer je vervuilt, hoe meer je betaalt, zowel absoluut als relatief. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat naast belastingvoordelen, waar deze Kamer veel over gesproken heeft, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, grote bedrijven ook enorme energiebelastingvoordelen hebben. En dat is misschien mooi in het nauwere economische domein, maar is de staatssecretaris het met ons eens dat de huidige tariefstructuur niet leidt tot vermindering van CO2 en dat de vervuiler betaalt principe minder goed, laten we het zo maar formuleren, is toegepast in de huidige tariefstructuur? En zo nee, hoe denkt hij dan dat fiscale middelen in te zetten om de klimaat- en CO2-doelstellingen wel te halen van dit kabinet? Of, dat kan natuurlijk ook, dat hij zegt, ja, dat vind ik eigenlijk geen taak van mij en ik wacht op de opdrachten van mijn collega's. Graag een reactie. Voorzitter, het regeerakkoord maakt een goede stap om de tarieven van elektriciteit en aardgas in verhouding tot de CO2-uitstoot beter in balans te brengen. Maar dat is alleen voor de eerste schijf en niet voor de andere schijven. De vraag is, waarom is dat? Het is heel raar dat de regering dat vergeten is toe te passen. Dat, of ze is gewoon bang voor grootverbruikers van aardgas die hier nadeel van ondervinden. En het is ook vreemd dat de energiebelasting gebaseerd is op gas of elektriciteit. Vanuit een milieuperspectief zijn elektriciteit en aardgas immers geen homogene producten. Je weet niet hoe ze gewonnen zijn of hoe ze zijn opgewekt. De veroorzaakte milieuschade in termen van CO2 per eenheid is afhankelijk van de wijze waarop elektriciteit wordt opgewekt of aardgas wordt gewonnen. Dat noemen we de zogenoemde inputgrondslag. Voorzitter, hoe meer je gebruikt, hoe minder je betaalt. Het is niet duidelijk hoe de energie is opgewekt. Eigenlijk stellen wij twee dingen voor. Als het streven van dit kabinet is, en we denken eigenlijk wel dat dat samen zou moeten kunnen vallen, dat de vervuiler betaalt, dan ligt het voor de hand om naar een progressieve energiebelasting te gaan en een inputgrondslag. Is de staatssecretaris dat met ons eens? Hoeft niet morgen, we hoeven er ook niet de hele nacht over te debatteren vanavond. Maar is de staatssecretaris het met ons eens dat dat wel twee goede maatregelen zou zijn en uiteindelijk waar je ook naartoe moet, wil je echt gaan vergroenen? En daarbij zou het ook nog eens een keer een goede maatregel kunnen zijn om de groene bedrijven, groot, klein, een beloning te geven naarmate schonere energie op basis van input gebruiken in de vorm van een korting. Graag een reactie. Voorzitter, dan over de BTW. De algemene btw-verhoging die het kabinet voorstelt. Zoals het PBL-rapport van afgelopen vrijdag stelt, werkt dit verstorend. Het leidt tot zogeheten marktfalen. Omdat zowel vervuilende als niet vervuilende producten en sectoren over één kam worden geschoren. Is de staatssecretaris het eens met deze redenering van het PBL? Dus dat in termen van de doelen die het kabinet heeft met betrekking tot klimaat en CO2, het marktverstorend werkt. En als dat zo is, deelt de staatssecretaris de redenering met PBL en zo nee, waarom niet? Maar als hij hem wel deelt, waarom vallen gezonde producten als groente en fruit dan onder dezelfde tariefstelling als vervuilende en ongezonde producten als vlees en zuivel? Graag een reactie. Voorzitter, goed gedrag moet beloond worden, vervuilend gedrag ontmoedigd. Daarom moet je met de btw-belasting juist gaan differentiëren. En dat is in onze ogen een ongelooflijk gemiste kans dat dat nu niet het geval is geweest. En nu worden nogmaals groente en fruit net zoveel duurder als vlees en zuivel. Als treinkaartjes, als culturele maatregelen, zoals prijzen, waaronder die van concerten. En er is namelijk zoveel mogelijk. Er is zoveel mogelijk. Dat weet u misschien niet, maar dan vertel ik het u. Dat in het verleden de Partij voor de Dieren altijd zich heeft ingezet om groente en fruit vrijgesteld van btw te krijgen. En we blijven daar ook op hameren. Maar dat is een Europese aangelegenheid. Toch de vraag, is de staatssecretaris bereid om daarvoor te gaan knokken in Europa? Graag een reactie. Voorzitter, op dat punt, binnen de mogelijkheden van de Europese btw-richtlijn, is het mogelijk
een extra tweede laag btw-tarief in te voeren. Dat kan gewoon. Vijftal landen in Europa hebben dat al gedaan, 4 of 5 landen die doen dat al. Dan krijg je een tweede laag tarief. En dat kan een minimum hebben van 5%. Dat is vastgelegd in de Europese richtlijn. Mocht de vrijstelling voor groente en fruit niet lukken, is de staatssecretaris dan bereid een tweede laag tarief te introduceren van 5% en daar groente en fruit in te stoppen? Dat is dus een directe vraag en benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris. Even kijken, voorzitter, ik kom tot een afronding. De vleesproductie. Deze heeft een evenredig groot marktfalen in zich, omdat de vervuilingskosten niet in de prijs zitten. Met tussen de 11% en 14% van de totale CO2-uitstoot, nog los van de schandalen, dierenleed, is de staatssecretaris bereid, of het met ons eens, dat dit marktfalen ook kan verkleind worden met behulp van beprijzing. Door de consumptie van vlees onder het normale 21% btw-tarief onder te brengen, waarbij de berekende opbrengst, en dat hebben wij niet berekend, maar dat is berekend in een abonnement, dus heeft de abonnementendienst voor ons gedaan, dank daarvoor, is de berekende opbrengst 1,2 miljard euro. En die kan worden aangewend voor veel doeleinden, dekking, verlaging btw op groente en fruit, verlaging van hersteldiensten, allerlei goede doelen kunnen daarmee gediend worden. Voorzitter, naast het krijgen van de opbrengsten is sturen van gedrag ook doel van belastingheffing. Uw premier heeft dat vele malen uitgesproken. En vergroening en de vervuiler laten betalen zijn van buitengewoon belang. Dus sturen op gedrag is ook van wezenlijk belang om de klimaatverandering aan te pakken, is onze mening. Onze voorstellen brengen de maatschappelijke kosten van vervuiling in rekening bij de veroorzakers daarvan en niet bij de gemiddelde belastingbetaler. Dat is eerlijk en helderder en vraagt direct en draagt direct bij aan een positieve gedragsverandering. Louter voordelen, en daar wachten we op, voorzitter. Uiteindelijk concurrerender, denken wij, en eerlijker, waardoor niet de korte termijn financiële winst van bedrijven voorop staat, maar de maatschappelijke en duurzame winst voor iedereen. Als we daar vandaag over eens kunnen worden, is er veel bereikt.